Ingaande vandaag geldt er een totale lockdown op de rivieren in het Tapanahoni en Laba gebied. Dit heeft president Desirée Boutersen gisteravond meegedeeld aan het volk tijdens een televisietoespraak. Waar wij eerder bang voor waren, dreigt inderdaad nu op ons af te komen, zegt het staatshoofd. Aan de oostgrens, aan de Franse zijde, zijn 17 mensen positief getest op het COVID-19-virus. 5 van deze mensen zijn bootsmannen. De president gelooft dat zij in contact zijn geweest met mensen aan beide zijden van de rivier. De regering stond volgens Boutersen op het punt de COVID-19-maatregelen te versoepelen. Echter wordt dit aangehouden omdat de situatie in het oosten alarmerend is. Het COVID-19-team heeft daarom direct het ter zake geldende protocol in werking gesteld. Het Surinaamse dorp Tjabo Tabiki, waarvan de mensen in contact zijn geweest met besmette personen, is direct in quarantaine geplaatst. Mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zijn onderzocht en getest. Alle testen aan de Surinaamse zijde zijn tot nu toe negatief. Het onderzoek wordt voortgezet. Momenteel is het COVID-19-team samen met de Fransen bezig met de opsporing van de mensen die in contact zijn geweest met de besmette personen. Het zal tot 10 dagen duren om een beeld te krijgen van de graad van de mogelijke besmetting. De ervaring leert ons echter dat 1 positieve test betekent dat er mogelijk vele anderen reeds zijn besmet. Vaak nog zonder dat zij dat op dat moment weten of ervaren. Met dit schrikaanjagend aantal COVID-19 gevallen aan de oostgrens zou dit volgens de rekenmodellen kunnen leiden tot rond de 150 tot 200 besmettingen binnen 1 à 2 weken. Verder zegt de president dat de verplaatsingen tussen dit grensgebied en de rest van Suriname de regering zorgen baart. Daarom zal er volgens hem resoluut worden opgetreden, zodat de verkiezingen op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Om de gehele bevolking van Suriname te beschermen, rekening houdend met de verschillende geaardheden van de diverse gebieden, heb ik besloten de volgende maatregelen per onmiddellijk te nemen. 1. Voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht. De partiële lockdown duurt voort. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht. Regelmatig handen wassen en 2 meter sociale afstand houden. Geen samenscholingen van meer dan 10 personen. 2. Ter beheersing van het Tapanahoni en het Lawa gebied zal er ingaande donderdag 30 april 2020 een totale lockdown gelden op de rivieren in dit gebied. Het gaat hier om afsluiting van de Marowijne, de Lawa en de Tapanahoni rivier tot 10 mei 2020. Essentieel verkeer blijft toegestaan. President Desirée Boutersen. Hij zegt dat de patrouilles op de Marowijne, Lawa en Tapanahoni rivier verder opgevoerd zullen worden. Hij deed in de televisietoespraak gisteravond verder een beroep op de samenleving om zich strikt te houden aan deze regels.